Jesus. Hallo allemaal. Vandaag, of tenminste, binnen een paar uur ga ik misschien mijn hele sanity naar werken. Want ik wil heel graag die Division Rifles punten hebben. Zodat je die beloning Rifles meesterschap pakket kan doen. Maar ik begin weer veel te laat. Ik moet iets van, ik moet 20 punten. En het is erg laat, dus ik ben ook al moe en ik snap niet waarom ik dit doe. Maar ik geef het een poging, want hopelijk krijg je daar iets leuks uit. Maar YOLO, want mijn leven is sowieso YOLO. Het team is als volgt. Leaky hadden we vorige keer geprobeerd tijdens de livestream. Vergeet me niet te volgen om ook de livestream trouwens te kijken, hè. Het is hartstikke leuk. Maar Leaky is niet goed genoeg om basis te staan. Maar wel voor de bank. Bye bye, Julie. Ronnie, super sub. Absoluut. Dat is best wel een goed idee. Maar verder is dit het team. Ik ga toch nog even wat packs openen, want ik wil eigenlijk wat beters, man. Binnenkort komen de nieuwe promo's weer uit. Maar ik vind het gewoon zo waard om nu nog de packs te openen. Er zijn zoveel dingen uit. Kijk dit. Het is het zo waard om nu wat packs te openen in plaats van wachten op de nieuwe promo. Want nu is er zoveel uit. Hopelijk kunnen we iets hiervan packen. Vooral even een goede tunderstuk of zo. Ik zal ook wat packs bewaren, zodat we sowieso nog de volgende promo kunnen doen. Want die schijnt ook wel oké te zijn. Maar er zullen zoveel minder promo kaarten uit zijn. Een Ultimate Succession of zo komt uit. I don't know. Maar geef ons nog even wat goede spelers. Leuke spelers vooral voor vanavond. Want ik heb het nodig. 10 coin pack. Sommige mensen hebben uit die 10 en 30 coin packs echt zulke goede dingen. Wat krijg ik? Iets niet zo goed. Klein topgouden spelerspakket. Kom maar op. Wacht, ik sta nu op te letten. Wacht, was dit een walkout? Wat is dit? Oh, is dit Hegenberg? Dat is goede fodder. En dat heb ik ook nodig. Oh, dat is helemaal goed. Kom maar, chickie. Is goed. Dat is helemaal goed. Love de SBC-opslag. Oh, wacht. Tradable? Ook sick. Let's go. Klein Electrum spelerspakket. Zilver. 278 plus. Hey, wakker man. De Bentacour? Ik denk dat het Bentacour is. Yep. Ik kan ook niet tot de laat packs openen, want ik moet echt een keer beginnen aan die rifles, man. Laat gewoon nog even door een paar heen jassen en dan kunnen we wel spelen. Ik wil wel gewoon, please, eventjes wat goeds. Ik had mijn 82 keer 14 geopend, hè, tijdens de livestream. Wat had ik eruit? Het beste was 1,83. What the hell? Dat is echt zo mijn account. Mijn luck is er gewoon niet. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik hoop dat het nog wel gaat gebeuren. Ik wist niet wie dit was, maar dit is helemaal niet zo goed. Ik dacht echt dat dit een Gabriel Jesus of iets was. Maar ik wist niet dat deze bro open was. Ja, dan valt het in één keer wel een beetje tegen. P81 plus. Ik ben zo in de war. Ik zag Braziliaans. Ik dacht, dat kan alleen maar goed zijn. Spits ook. Dan dacht ik, wie de hel? Premier League. Toen dacht ik, oké, nu kan het weer goed zijn. Ik werd alle kanten op geknald. 280 plus. Wacht, ik heb niet eens een preview pack gedaan. En ik maar aansturen dat jullie dat altijd moeten doen. Nou, dan vind ik dat ik het ook moet doen. Kijk hoor, zilver, want dan kan ook Team of the Week in zitten. Dat is geen Team of the Week. Goud. Nop. Maar heb ik nog een 30 coin pack? Want daar heb ik ook eigenlijk niet naar gekeken. Nee, 280 plus. Wow, wie is dit? Is de ketelaar? Heeft hij een kaart? Maar blijkbaar. Wacht, ik ben echt zo niet blij met die kaarten. Wacht, dat is een best oké kaartje. Hij zal niet zoveel waard zijn, toch? Oh nee, absoluut niet. Maar leuk dat je er bent, vriend. Ik pack er al meer dan dat ik normaal pack. Dus kom maar door. Nu niet. 84 plus. Echt, elke keer als ik dit zo pack open, is het 84. Oh, 50. Oh, wat lief, jee. 383 plus. Team of the Week is altijd welkom, maar dit is weer laag rated. Oh, dat is Puigie. Die dude, die heeft dus met een, wat was het? Een gescheurde ACL, ik weet niet wat het in Nederlands is. Maar gespeeld en best goed gedaan, blijkbaar. Leuk man, goed voor jou. Oh, oké, ja. Leuk. Dat is een goede pack. Wauw, dat was echt een goede pack. Doe maar nog zo'n goede dan. Kom maar. Oh, absoluut. Is dat goed? Ik weet niet wat dat is.
Het kan nooit goed zijn, Betis. Bartra? Bartra. Nou. Oké. Hé, maar mijn pack is er wel. Dat is top. Ik pack nu zoveel promo's. Ik moet gewoon blijven openen. Het is gewoon dat nu zoveel promo's uit zijn. Maar er komt ook zometeen weer een nieuwe promo en dan heb ik geen packs meer. Oké, ik kan niet alles openen. Wie de hel ben jij, broer? Release. Lekker man, 84 uit 84 plus. Die zijn altijd top voor mij. 82 plus. Ook niet. 384 plus. Wauw. Nu gaat het echt gebeuren. Absoluut. Absoluut. Ik weet niet wie dat is. Gudelia? Eeuw. Dat is niet best. Wel een walkout. Oké, we pakken wel wat folder. Meer niet. Wat nog meer? Nee. 281. Klopt. Nou, 78. Nee, ik hoop gewoon dat ik die 82 keer 14 kan openen. Want eigenlijk wil ik die gewoon nu hebben gedaan. Nu er nog zoveel promo's in de dingen zitten. In packs. Maar waar ze zijn, I don't know. Eeuw. 581 plus. Niks? Oké. Squad Battles meesterschapspakket. Oké. Laten we deze kijken. Die heb ik nog nooit geopend. Let's go, please. Krijgt een walkout. Paraguay. Wie de hel is dit? Ik weet ook niet wie er in de squad battle ding zit allemaal. Het is niet slecht. Maar ik ga hem niet gebruiken, man. Hoe de hel ga je die ooit linken, man? 381 plus. Nee. Oh, nee. Hier, 14 keer 82 plus. Vorige keer dat ik hem opende was hij zo ontiegelijk slecht. Je weet niet wat je zag. Nu! Please, EA, doe normaal. Oké. Dat is oké, denk ik. Valverde? Het is Valverde! Het is in vorm Valverde, dat is eigenlijk toch heel sick. Wow, ik wist niet dat ik ze in vorm pakte. Tuurlijk is het ze in vorm. Ik zag de promo ding. Gaat niet helemaal lekker. 450k. Yes. Oké. EA, nu trek je alles weer goed. Dat, thanks. Hoe de hel ga ik hem linken? Nu is het al zo waard geweest dat ik die packs heb geopend, man. Wat de hel. Kunnen we Veron eventjes wegknallen? Please. Kijken. Ik heb wel nog een Courtois. Dat doet echt niks. Wat de hel ga ik doen? Ik kan mijn Franse manager ook niet echt weghalen of zo. Ik kan er wel La Liga geven. Dat is oké. Ik kan Valverde niet spelen, man. Holy moly, wat een kaart. En dat ten koste van Veron? Hoho, dat is het waard. Wat de hel? Dat is sick. Valverde is sick. Wat de hel? Wauw. Broskies. Wat de hel? Ik ben zo blij dat we packs hebben geopend. Ik kan eventueel met de spits minder spelen. En dan Veron nog op het middenveld. Dan heb ik wel meer chemistry. Nee, is niet waard. Dat ging goed. Laten we die andere 82 keer 14 ook nog even openen. Want dit soort team of the week zit er zo meteen niet meer in. Wat de hel, man. 14 keer 82 plus. Yay, kom op. Doe het. Dat kan nog steeds goed zijn. Misschien niet. Het is wel een walkout. Wie is het dan? Barcelona. Oh! Nee. Niet helemaal. Het kon slechter, maar dit... Nee. Nou, nog meer. 14 keer 82 plus. Kom op. Please. Oh, ik dacht dat ik... Isaac! Hij heeft toch een goede kaart. Ik durf niks te zeggen. Is dit goed? 345k. Wat de hel? Hoe ga ik hem linken? Oh my god.
Ik dacht even aan Gyökeres trouwens. Die heeft toch ook? Ja, die heeft ook een tunnelstruk. Oh my god, man. Die was nog duurder. Isaac, broeders. Ja, nu hebben we weer een speler die ik niet, eigenlijk niet kan spelen of zo. 345k. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat de hel gebeurt er? Daarom heb ik icons nodig, man. Ik kan dit niet linken. En ik kan natuurlijk Daniki ook niet wegdoen. We pakken gewoon even 800k aan spelers, man. En ik ga meer openen. Wat de hel gebeurt hier? Insane. Ik ga er nog één open. 14 keer 82 plus. Dit is weer Evan Nielsen, toch? Want er is geen andere Braziliaan. Weer Evan Nielsen. Oké, maar what the hell. Nee, dan valt deze pack wel tegen of zo. Hey, kapitein. Kapitein? Wat de hel doe jij in het leven? Bro, deze packs, die 82 keer 14. Ik weet niet wat ik moet doen, jongens. Ik heb echt geen idee. Nou, in één keer staat dit filmpje in het teken van hele andere dingen, jongens. We gaan nog even wat 82 keer 14 krijgen. Hey, sowieso nog één, maar ik ga ze nu allemaal doen, man. En nog één. Ik had dit bijna off-recording gedaan. Hè. Ik ben zo blij dat ik heb opgenomen, man. What the hell. En de laatste. Let's go, man. Wat een pack is dit. Waarom is hij dan die ene keer zo slecht voor mij geweest? Dat was dan echt toeval. Hoeveel rivals we nog gaan spelen? I don't know, man. I don't know. Maar blijkbaar gaat het vooral om de packopening vandaag. Je moeder. Dan hebben we de laatste 14 keer 82 nog. En dan gaan we wedstrijdje spelen, jongens. Ik ben zo benieuwd naar van verder. Hopelijk kunnen we Isaac ook spelen, trouwens. Maar misschien gaat alles veranderen met deze packs. Let's go. Wat een rush. Oh, het is Guerrero. Ah, dat valt wel mee. En Çalhanoğlu. Oké. Het is wel een dubbele walkout. Dat is oké. Speelt Guerrero überhaupt wel bij Bayern? Volgens mij speelt hij nooit. Oh, en 3 Team of the Weeks! Thanks, EA. Waarom heeft Tails trouwens zoveel pace? What the hell? Nice, man. Oké, hey, dit was weer een goede pack. Die krijg je alleen nu nog deze promos allemaal uit zijn. Dus ik moet ze openen. 14 keer 82 plus. De ene al laatste. Is dat een Prime Hero? Is het... Ik heb er één! Ik heb die! Wow, mijn hele beeldscherm plaats. Sorry, jongens. Ik heb er één! De Team of the Weeks is wel lief. Ik heb één! Oké, de laatste, jongens. Gaan we. Gewoon de Team of the Week. Kan nog steeds goed zijn, dat hebben we gezien. Nee, is kapitein. Wat de hel? Is dat kapitein? Nee, is walkout. Wacht, wie is dit? Roort. Eeuw. En Kluivert. Oké. Zeker geen slechte pack, maar ik wilde gewoon spelers voor mijn team. In ieder geval, een win voor ons geweest. Nog zelfs spelerspakket. En een Jumbo speelt samen spelerspakket. Oeps. Dit is zo slecht. Het is oké. Je hebt geen minimale rating aan natuurlijk. Oké. Alisson is zeker weten oké. Goeie vodder. Laat ik die Jumbo wel bewaren voor de volgende promo. Ik denk dat we al niet moeten klagen met wat we hebben gehad. Alleen dan over die Prime Hero. Ik heb er één. Nogmaals. Hoe de hel ga ik mijn team bouwen? Ik heb echt geen idee. Ik denk voor nu dat Isaac gewoon een super sub moet worden. Want we gaan Daniki nog niet wegdoen in ieder geval. Jongens, laat maar in de comments weten. Gaan wij Isaac een kans geven boven Daniki? Ik denk dat dat de enige mogelijkheid is om eindelijk dan Isaac te spelen. Of we packen een keer gewoon wat goede icons. Gebeurt ook niet. Wat had een andere Prime Hero chill geweest voor ons. Maar helaas. We gaan het gewoon zo proberen. Dus vergeet mij niet in de comments te laten weten. Hoe gaan we Isaac spelen, jongens? Ik heb echt alle tips nodig. Voor nu gaan we proberen Isaac erin te wisselen in de rust, denk ik. En dan hopelijk laat hij even wat goed zien. En als hij het niet doet, weten we ook dat hij niet hoeft te spelen. Het is alleen maar later geworden. Ik wist niet dat het zo laat zou worden. Ik wist niet dat ik dit allemaal zou packen. Ik wist niet dat die pack zo goed zou zijn. Maar thanks. Niki goed. Malen. Diani. Bam, Diani. Let's go.
Wat een ruimte! Torres, wat een ruimte was daar, Matties. Coco, noem me Diani. Noem me Daniki. Daniki. Bam, Daniki, daarom kunnen we... We kunnen haar echt niet wegdoen. Zeker na die zwakke been-upgrade is ze zo goed. Daniki. Al verder. Oh, hij power shot. Ik had power shot moeten doen. Ik vergeet dat. Maar dat is wel nu goed om te weten. Al verder. Nog steeds aan de bal. Nog steeds aan de bal, sterk. Malen. Jani, oeh, die. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Huh? Jani. Ja, wat een goal. Oh, oké, dat vond ik ook... Ja, ik snap het, man. Sorry, man. Sorry, man. Ja, dat was wel heel ellendig. I know. Zegen, bijna divisie 5, jongens. Denken jullie dat we dat aankunnen? Pas wel, toch? Van verder is sick. Love dat. Tevens mijn Real Madrid, boy. Love dit. Wat waar? Puniel. Waarom activeert zijn speelstijl niet? Het is oké. Het is oké. Hij is snel genoeg. Waar is zijn rocket dan? Kom op. Oh, nu geef je die rocket. Leuk, man. Oh, verder even goed staan, man. Dat is eventjes een contrast van Veron. Wat de hel? Ja, niet. Oh, Maxi, loop maar. Maxi, loop jij maar. Jij bent zo snel, hè? Oep. Ah, wat? Hij heeft hem? Nee, Mickey, ga niet aan de kant. Maar deze broeder ook echt juichen. Nice. Goed, Donjel. Daniki. Oh, weg. Daniki. Ja, Daniki. Let's go, chick. Goed, Daniki. Goed, Daniki. Oh, Daniki. Zij is zo sick. What the hell? Ik kan Daniki echt niet wegdoen. Goed, val verder. Oh, love that, man. Nou, oh, Daniki, loop. Kom op. Kom op. Kom op. Absoluut. Absoluut. Hey bro. Wat de hel. Jij wilde net juichen. Nu mag Daniki ook een keer juichen. Na al die doelpunten. Zij verdient dat zo erg. Oh, wat is zij goed, jongens. Ik kan haar niet kwijt. Hoe is zij zo goed? Nou... Nu mag ze het laten zien in divisie 5. Oké. Okay. Als ze daar nog goed is, dan is dit echt bizar hoor. Nu hè, met rewards. Heb ik nu al zo'n rival dingetje? Nee. Nou, in ieder geval, we krijgen al wat betere beloning omdat we in 5 zitten. We doen nog wel wat wedstrijdje en we zien wel waar we eindigen. De beste rival spelers zijn niet eens zo heel goed. Maar de tokens zijn nice. Hé, hey, trouwens, niet zoveel van Isaac gezien vorige wedstrijd, man. We houden daar ook niet echt mee bezig. Goed, val verder. Maxi. Wat maar door, Maxi. Jani, please. Oké. Okay. Daniki. Daniki is weg. Ik getimed het. Ik hoefde het niet eens te timen, bro. Maar ik zag het op het laatste moment zijn keeper veranderen van plek. Dus ik kreeg stress. Dat is zo zonde. Sorry, Daniki. Dat was mijn schuld. En dan krijg ik hem tegen ook. Tuurlijk gaat deze broer juichen. El Shaarawy is keisnel. Wow, Van Ewijk heeft 94 pace, hè? El Shaarawy 90? Oké, okay, dus iets klopt niet, denk ik. Diani. Goed, Daniki. Oh, Daniki is zo goed, jongens. Ongelooflijk. Echt, ik weet niet wat er gebeurt ook met mijn verdediging en alles, man. Ik denk niet dat mijn verdediging goed genoeg is voor dit. Zijn mandekking staat wel echt goed. Ik moet ook misschien iets aan mijn tactics... Wat gebeurt er deze wedstrijd, man? Ik heb het idee dat ik alles tegenkrijg. Maar waarom? Ik heb echt geen idee. Oké, okay, weet je, deze wedstrijd is verloren. Jongens, ik rage quit. Ja, 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 I don't care. Deze wedstrijd mocht ik sowieso niet winnen, man. Helaas. En ik ga het ook hierbij laten, want het is veel te laat. Plus, ik heb jullie hulp nodig voor het team. Hoe gaan we het team opstellen? Valverde gaat spelen, want ik moet Valverde spelen. Om een Veron nu op het middenveld nog te hebben, is niet goed genoeg. Spelers die van mij eventueel weg kunnen... Is een Lukeba. Is een Donjel Malen. Is een Diani. En Van Ewijk.
Dit hebben we over voor chemistry voor het team. We kunnen eventueel andere opstellingen spelen. Dat vind ik ook helemaal prima. Maar dit is een beetje het basis van wat moet gaan spelen. Courtois moet natuurlijk spelen voor Valverde. Als jullie iets weten, please laat het me weten in de comments. En ik zie jullie allemaal heel snel. Bye bye.